Goedendag, je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. En we beginnen vandaag met uh, de temperaturen die we vandaag in uh, Europa hadden. Er zijn namelijk grote verschillen aan het ontstaan. Als we kijken naar bijvoorbeeld uh, vanmiddag, dan zien we dat het in het noorden van Scandinavië de kleur nog steeds blauw is. Daar is het onder nul. Kijken we naar de temperaturen in uh, Spanje, dan zien we daar al steeds meer oranje komen. Dat zijn temperaturen van 25 graden en meer. En de afgelopen dagen is het daar al plaatselijk meer dan 30 graden geweest. Duidelijk teken dat de zomer eraan zit te komen, maar dat de winter het nog niet heeft opgegeven. Komende nacht en morgen bijvoorbeeld gaat het in Noorwegen en Zweden in de bergen gewoon weer sneeuwen. Dus daar nog steeds volop winterweer kunnen we voor de rest van Europa gelukkig misschien wel niet zeggen. Vandaag hadden we te maken met schitterend weer in Nederland. De ochtend begon met een volop zonneschijn. Maar als we de bewolking in beweging zetten, dan zien we dat vanaf de Noordzee er steeds meer wolkenvelden aankwamen. In de loop van de middag viel er in Groningen de eerste regen. En later vanmiddag en vanavond kan er nog steeds een enkel spatje regen of motregen vallen. Grote hoeveelheden verwacht ik niet, maar in het Noordoosten dus de paraplu meenemen als je vanavond naar buiten gaat. In het westen, midden en zuiden blijft het droog. Temperaturen vanavond een graad of 10. Komende nacht is het ook in het noordoosten droog geworden, dan overal wolkenvelden, enkele opklaringen en er kan wat nevel ontstaan. Wordt geen koude nacht, temperaturen liggen tussen de 6 en de 9 graden. De wind neemt in kracht af en morgen overdag hebben we dan een vrijwel windstil weer. Als je op de barometer morgen kijkt, dan zie je een luchtdruk van rond de 1020 hectopascal. Mogelijk staat daarbij stabiel en zonnig. Nou, dat is morgen niet. De lucht wordt juist in de loop van de dag onstabiel. En helemaal zonnig is het ook niet. Er trekken behoorlijk wat wolkenvelden over het land. En de zon moet echt knokken om af en toe door te breken. Toch niet al te slecht weer. Afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen blijft het droog. Maar lokaal kan in de middag en avond een buitje ontstaan. Temperaturen: 12 à 13 graden op de Waddeneilanden, 14 tot 16 graden elders, en er staat dus heel weinig wind. Vrijdag begint de wind weer wat toe te nemen. We krijgen dan ook te maken met wat meer buien dan morgen, maar echt verregend wordt de dag niet. Temperaturen: vrijdag 12 tot 15 graden. In het weekend blijft de wind uit het westen tot noordwesten waaien, wordt dus geen warme lucht aangevoerd. Temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 12 tot 14 graden, zowel zaterdag als zondag en de kans op neerslag is in het weekend erg klein. Dan nog even de wat langere termijn. Dan zien we dat de temperatuur eigenlijk weinig bijzonders laat zien. Heel misschien zien we in de loop van volgende week, eind volgende week, het kwik weer wat vaker in de buurt van de 15 graden of er bovenuit komen. Maar, en dat toon ik hier niet. De kans op neerslag neemt dan ook weer toe. Ik wens u een prettige avond. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.